Het is zondag. Wij zijn op weg naar de manege. Ik ga vooroverhalve rijden en jij gaat... Blondie knotten mooi maken, iets in die richting. Want ik heb zo clinic van Gerlien, de juf van Daan. Gaan we nu naar stal toe, ga ik Blondie even mooi maken. Jij gaat vooroverhalve rijden en dan zie ik jullie zo op stal. Zo, ik ben inmiddels aangekomen op stal en ben hier samen bij Blondie. Ik heb wat spullen gepakt, omdat ik ga knotten. Ik heb natuurlijk alle kwikknots en ik heb nu grotere kwikknots. Kijken of dat beter werkt. Want Blondie heeft dikkere malen dan wat ik dacht. Kijk. Dit is wat groter. Dus kijk of dit wel werkt zo. Nou. Oh. Volgens mij heb ik hem. Yes. Even een momentje van trots. Oké, kom mee. Halleluja. Ik ben echt even trots. Oh, ik heb er best lang over gedaan eigenlijk. Maar ik ga nu even een voorklik doen. Knappe meid hoor. Nou, dat ging toch eens een partij snel? Ik heb nog nooit zo snel geknot volgens mij. Voorklik is minder mooi dan de andere knotten, maar hey. Kijk. Nou, ik ben toch wel een partij trots. Oh. Ja, alleen de staart nu nog. Tada! Ik heb Blondie inmiddels helemaal opgezadeld. De knotjes zitten volgens mij ook nog wel een soort van goed. Hoefjes schoongemaakt, peeschappen om. Ik weet niet of ik die om mag houden, maar ik heb ze gewoon voor de zekerheid omgedaan. 3 minuten wachten en dan gaan we naar de bak toe. Ik heb net lessen gehad en het ging echt wel heel erg goed. Ik heb weer aan heel veel dingen gewerkt en ook weer nieuwe trucjes geleerd. Het zijn geen trucjes, maar ja, paardrijden. Nieuwe paardrijdingen geleerd die ik weer kan toepassen met les bij Daan. Dus ik ga daarmee oefenen. En paarden hebben nog even in de bak buiten gestaan. En dat is wel heel fijn, dat is nieuw bij de Arkhoeven. We mogen 2 keer per week mogen de paarden in de buitenbak. Dan hebben ze natuurlijk veel meer ruimte om even te rennen en te dollen en te doen. Ja. Dus dat is wel heel erg lekker voor ze. Zeker nu ze nog niet het land op willen. We gaan naar huis.